Een hele erg fijne middag allemaal samen onder de bezielende leiding van Jan Willem. Welkom Jan Willem. Dankjewel. Nou. Dankjewel. Even checken het geluid gaat goed. Kijk eens aan, mooi. Mag ik jullie uitnodigen om even alert de stilte in te gaan? Even uit het hoofd te komen. Even de ogen te sluiten. En als je wil, mag je ook je schoenen uitdoen. Dat levert net wat meer contact weer op met de aarde. En dan gaan we eens even alert, niet gespannen, maar wel alert, kijken: hoe is het met je lichaam? Wat gaan we het nou vanmiddag over het lichaam hebben? Ja. We beginnen even bij het lichaam. Probeer eens in je hoofd te voelen of daar nog spanning zit. Mag je, je kaak een beetje los laten zakken. Die zal heel snel spannen. Dus die mag los. Zit er nog spanning op je derde oog? Laat alles rondom je ogen ook maar eens even los. Voel of je nog spanning voelt ergens in je gezicht en probeer het te laten zakken. Het hoeft allemaal even niet meer. En dan dalen we af naar het hartgebied. Probeer je aandacht eens te brengen naar hoe je adem is. Of je hart vredig is. Of je warmte van binnen kan voelen. Probeer even wat aandacht te hebben voor hoe je adem is. Kijk of die misschien nog ietsje meer zou willen kalmeren. En vergeet ook je hoofd niet, hè? we breiden uit, we verplaatsen niet, we breiden uit. En zo kan je ook naar je hara-gebied toe gaan, je onderbuik en je stuitje. Als je aan vreugde kan denken, dan kan je ook je stuitje heel goed opwarmen. heel vreugdevol gevoel is dat. Kijk eens hoe het daar is. En voelt tenslotte ook eens of je je zitvlak goed kan voelen, of je daarop kan aarden en of je voeten goed contact maken met de grond. Kan je lekker geaard zitten, dat er van alles mag wegstromen. En dan zou ik jullie willen uitnodigen. om. nu je bewust bent van je hele lijf. het hele lijf. met licht te vullen. Voel je huid maar tintelen. Terwijl je van binnenuit naar buiten straalt. En gapen mag, gewoon toelaten. Voel maar hoe je van binnen naar buiten. Puur licht kan uitstralen. Voel je huid tintelen. Dat licht, dat is liefde en die breidt zich uit. En je kan je beseffen dat wat nou naar buiten wil stralen. Dat dat ook in je medemens zit, in je broeder naast je. Het is hetzelfde licht, dezelfde liefde. En laat alles los in wat er natuurlijk wil stralen. En als je voelt dat je daar klaar voor bent, kom je in eigen tempo rustig weer terug in deze ruimte. Nou, nogmaals welkom. Ik ben bij mijn geboorte Jan Willem genoemd. In dit vleesje waarin ik nu rondloop. En dat is prima. Ik ben uh, uh, auteur van een boekje over een cursus in wonderen. Dat heet Wonderen of Waan. Het ligt daar bij de boekentafel. Ik was nooit van plan dat te schrijven, maar op een gegeven moment lag het er gewoon. Ja, het wonderbaarlijke verhaal. Ik uh, organiseer ervaringsavonden Innerlijke Vrede samen met Willem Glaudemans. Jullie ook wel bekend. Dat zijn geen lezingen over de cursus, maar dat zijn avonden waarin we uh, persoonlijke verstrikkingen, uh, moeilijkheden met elkaar delen. En kijken of we die liefdevol uh, kunnen oplossen. Als je daar meer van wil weten, dan kijk je op www.ikzoekvrede.nl Ikzoekvrede.nl, ze vinden elke maand plaats. En medio uh, dit jaar verschijnt bij uitgeverij Inner Peace Publications van Annelies. Verschijnt mijn vertaling van Ken Wapnick's The Message of A Course in Miracles. Oftewel de boodschap van een cursus in wonderen. Dat is een boek in twee delen. Het eerste deel uh, vat samen wat de boodschap van de cursus is. En het tweede deel vat samen alle vergissingen die studenten maken in het proberen die boodschap te leven. Dus die gaat in de loop van dit jaar uh, komen. Um, nog één ding over de ervaringsavonden: die krijgen ook een uh, Noord-Nederlandse uh, dependance, zeg maar, in de vorm van Robert Visser hier vooraan in Oosterwolde. Dus als je zoiets hebt van, ja leuk die avonden, maar het is in Utrecht, dat is me te ver weg, want ik woon in Leeuwarden. Dan kan je je melden bij, uh, bij Robert. Oké, okay, dat waren mijn huishoudelijke mededelingen. Zijn er mensen in de zaal voor wie een cursus in Wonderen helemaal nieuw is, dat die hier voor het eerst zitten? Ah, toch wel een paar. Ja, ja, ja. De bijeenkomst van uh, Willem Glaudermans en mij die is in Utrecht, bij kinderboerderij Nieuw-Rotsoort in Tolsteeg. Robert die houdt zijn avonden in Oosterwolde, in het mooie uh, hoogveengebied van Friesland. Um, een cursus in wonderen is een uh, levenslang leerpad om je op weg te helpen naar blijvende innerlijke vrede. En niet door alleen maar te focussen op liefde. Maar juist te kijken naar waarom wij nou eigenlijk steeds maar niet voor liefde kiezen. En het thema van vandaag, afscheid nemen van jezelf met een kleine z, om je ware zelf met een grote z te vinden, heeft daar natuurlijk van alles mee te maken. Want ja, waarom kiezen we niet nu al voor ons ware zelf? We hebben blijkbaar andere toewijdingen nog. En wat ik zo fijn vind aan Ken Wapnick, is dat hij, uh, hij. Hij had niet vaak kritiek, maar hij had het wel vaak over de blis die alleen maar positief afformeren: zich alles is licht en liefde en dat is het en dat is klaar. Ja, dan merk je over 30, 40 jaar dat je nog steeds een ego hebt en heb je geen voortgang gemaakt. Nodig jezelf uit om te gaan kijken naar waarom je dan niet voor liefde kiest. Dat zal ook een uh, belangrijk thema van vandaag zijn. Um, een cursus in wonderen vinden mensen vaak moeilijk, ingewikkeld, lastig, omdat het een christelijke terminologie is. Je opent het boek en het gaat bijna gelijk over God en Christus en de Heilige Geest. Ja, daar hebben we toch met z'n allen een heel ander beeld van meegekregen met onze opvoeding. Dat als ik nou zeg, God, wat denken we dan aan? Daar, hè, daar. God, daar. En uh, we hebben allemaal meegekregen dat hij uh, de wereld dus uh, nauwlettend in de gaten houdt. En bijhoudt op een papiertje wie er uh, zondig is en niet. En we hebben vast ook al een beeld van hem. We kennen tenslotte allemaal de schilderijen uit de Renaissance. En wat blijkt nou? als wij een cursus in wonderen lezen, dat die Bijbelse God daar dus niet mee wordt bedoeld. Wat is het synoniem voor God in de cursus? Liefde! liefde. Weten jullie nog, een jaar of tien geleden langs de snelweg, dat er van die grote billboardborden stonden? Stond, God is liefde, stond erop. Weten jullie het nog? Nou, als ik nog eens vermogend ben, dan ga ik dat zelf weer, uh, weer laten doen. Want het is echt geweldig. Alleen zit ik er dan een is-teken tussen. God is liefde. En God weet dus niks van veroordeling. Van goed of fout. Van bewustzijn zelfs niet. God is alleen maar liefde. En er was laatst bij een ervaringsavond was er iemand die. Uh, die was 67 en die had 43 jaar lang voor een gereformeerde school gestaan en die had gepredikt dat God daar, hè, en vooral goed leven en lijden, en zodat je vooral goed lijden, zodat je het waard zou zijn om weer terug te. En hij kwam er dus achter dat na 43 jaar dat God niet daar zit, maar dat God hier zit. En dat bedoel ik niet fysiek in het lijf, maar God zit in jou, hè, God zit in ons. Nou, wat een bevrijding was dat, was, was dat voor hem. Dus... Een begrip waarvan wij een associatie hebben, wat in de cursus nog een heel andere betekenis krijgt. Hetzelfde met Christussen. Christus, oh ja, Christus, dat, 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 dat was toch die man die 2000 jaar geleden in Palestina liep. En die het ego heeft, als eerste heeft overwonnen. En die, en die ons kan redden, hè? Die mij kan redden, die kan mijn ziel redden. En wat lezen we dan in het eerste hoofdstuk van een cursus in wonderen, tweede sectie. Er is niets aan mij dat jij niet bereiken kunt. Moet je die zin eens op je laten inwerken. Er is niets aan mij wat jij niet bereiken kunt. Zegt Jezus even tegen ons. Dus hij is niet anders. Nee, hij is als een oudere broer. En dan schrijft hij erachter. Ik heb niets dat niet afkomstig is van God. Het enige verschil tussen jou en mij is dat ik niets anders heb. Nee, wij hebben namelijk nog andere toewijdingen. Wij kiezen niet alleen maar elke dag voor God. Ik weet niet of iemand gelijk schuldgevoel op voelt komen, maar dat, uh, maar dat hoeft dus niet. Um, het, uh, het, 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 het moment dat iedereen. De verzoening zal aanvaarden is een kwestie van tijd, staat in hetzelfde hoofdstuk. Dus wij, wij zijn nu nog niet zoals onze oudere broer, maar het is een kwestie van tijd. En de, uit, en de uitslag is zeker. Oh, nou, dat is toch wel even heel anders dan wat wij hebben meegekregen in onze jeugd. Over Jezus de verlosser. Jezus redt enkel door het gebed. Nee, dat kunnen we dus ook achter ons laten. Krijgen we de Heilige Geest? Ik heb me daar als, als kleine jongen in de hervormde kerk nooit zo'n uh, voorstelling van kunnen maken, maar de Heilige Geest. En dan uh, lezen we in uh, een cursus als synoniem daarvoor de stem namens liefde. De stem namens liefde, oké. Okay. En Jezus is een manifestatie van de Heilige Geest, van die stem namens liefde, die bij Helen misschien als echt stem binnenkwam maar die bij ons dus binnenkomt vaak als liefdevolle intuïtie, hier in de onderbuiken. Dus het moment dat ik voel dat hier een liefdevolle intuïtie speelt, en Maratio zegt iets anders, nou, dat, dan weet ik achteraf dat die intuïtie altijd gelijk had. En dat is dus de boodschap van de stem namens liefde. En dan heeft de Heilige Geest tot mij gesproken. Dat is toch een heel andere lading, hè? als ik zeg... De stem namens liefde die heeft mij geadviseerd of de heilige geest heeft mij geadviseerd. In een cursus in wonderen is het allemaal hetzelfde. En ook uh, Gary Renard die zei in zijn, uh, in zijn laatste boeken dat uh, Arten en Pursa die bij hem steeds op bezoek kwamen. Hij heeft dat letterlijk gewoon manifestaties van de heilige geest genoemd. Dus die nemen een vorm aan en die komen dan met een boodschap binnen. Dus als je denkt nou ik ben minderwaardig en ik hoor nooit een stem en ik zie al helemaal geen geesten in mijn leven. Dankjewel, daar is het ego weer, hè, want ik ben natuurlijk minderwaardig. Weet dan dat de Heilige Geest ook tot jou spreekt. En voor de meeste mensen is het gewoon een intuïtief gevoel hier op dat punt net onder de navel. Dus daar kan je gewoon in oefenen. Nou, zo nog eens eentje pakken. Vergeving. Dat komen we ook tegen in de cursus. Nou, daarvan denken we, dat hebben we geleerd, hè, vergeven. Want er is daar die... Uh... Die zak die heel erg onaardig tegen mij deed, maar die kan ik gewoon vergeven. En dan ben ik een goed mens. Nou ja. Nou, het wordt ons duidelijk gemaakt: hoef ik hier voor de meeste mensen natuurlijk niet meer, niet meer uit te leggen. dat dat geen vergeven is. Op het moment dat ik nog steeds mezelf beter vind dan de ander, vergeef ik niks. Um, ik vergeef omdat ik zie dat de ander niets gedaan heeft. Wacht, wacht, wacht even. Dat kan niet. Dus jij gaat zeggen dat wat al die politici in ons land hebben gedaan. Hè, wat de president van Amerika nog steeds doet, of de president van Rusland. dat dat helemaal niet is gebeurd. Ja, en dan gaat de verwarring op, opspelen. Hè? Ja, nee, natuurlijk is dat wel gebeurd. maar dan moet, ik dat dan moet ik dat dan gaan ontkennen. En dan komt de metafysica van een cursus in wonderen bovendrijven. De cursus heeft niet zijn roots in het christendom. Nietzsche zei, er was maar één christen en die is gestorven aan het kruis. Heeft niet zijn roots in het christendom. Een cursus in wonder heeft zijn roots in psychologie en metafysica. En daarom heb ik deze ingewikkelde plaat meegenomen. Daar ga ik zo ook nog wat over vertellen. Want we moeten onderscheid maken in onze denkgeest. Willen we ooit vrede er ervaren... Tussen de vorm in tijd en ruimte waarin we van alles meemaken en waarin de meest verschrikkelijke dingen gebeuren en waarin ik mijn broeder echt niet hoef te vertrouwen, in de vorm. En in de denkgeest die we allemaal hebben, die buiten tijd en ruimte kan staan en waarin er alleen maar één geest is, één zoonschap. God heeft maar één zoon. Moeten we duidelijk opmerken: God heeft maar één zoon en dat is het hele zoonschap, zoals we hier met z'n allen zitten. Dat kunnen we eigenlijk met ons hoofd helemaal niet bevatten, één, één zoonschap. Jan van de Greef, hoogleraar in Leiden, die probeerde het met het beeld van de zwerm vogels. Maken vaak prachtige patronen hè, buiten. Hebben ze er ooit een training voor gehad? Hebben ze een diploma voor gehaald? Absoluut niet. Maar ze maken toch de meest prachtige patronen met z'n allen als groep. Er zit dus een collectief bewustzijn. Nou, dat bewustzijn heeft al het leven wat, we, wat nu afgescheiden lijkt, heeft een collectief bewustzijn. Zowel in liefde, stem namens liefde, als ook het ego. Er is in feite maar één ego. Ja, zo voelt het niet, hè. Want uh, mijn speciale ego is toch wel, uh, is echt, wel uh, echt wel heel speciaal. En dat heeft niks met, jou, uh, met jouw ego te maken. Dus we zitten constant met onze denkgeeft te schipperen tussen de vorm van de wereld en de eenheidsliefde die de cursus onderwijst. Dus ik heb een kleine zelf. Ik voel me lekker, ik, ik voel me lekker afgescheiden. Ik kom uit Zeeland en ik heb, uh, en ik heb Delft gedaan en ik ben, uh, en ik ben adviseur. Dat en en uh, is mijn kleine zelf. En ik heb een groter zelf. Wie van jullie heeft wel eens een... Uh, een, een, een godservaring of een openbaring of een, of een lichte ervaring meegemaakt. Of iemand dat wel eens, wel eens. Ja, nou, moet je kijken wat aan handen er komen. Ik heb een half jaar geleden heb ik er weer eentje mogen meemaken voor het eerst in 38 jaar. Want ik was met mijn ochtendmeditatie bezig en dan, dan voel ik altijd wel zo Jezus of liefde zo'n beetje in het geheim achter mijn schouder, maar die laat ik daar lekker, want het is veel te eng eh, om, daar, eh, om daar veel mee te doen. Maar ik weet dat hij er altijd wel, uh, wel is. En op een gegeven moment dacht ik tijdens die meditatie van, ja, ja, weet je, maar wat zou er nou gebeuren als ik die nou eens recht in de ogen zou gaan kijken? Wat kan ik nou verliezen? Nou, dat nog eens eventjes vijf minuten aarzelen en twijfelen. En op een gegeven moment pak ik hem met mijn handen he, in mijn gedachten he, en ik zet hem zo voor me. Nou, wat er toen gebeurde was echt onbeschrijfelijk. Want die man die kijkt mij dus zo aan en er en dat, dat, dat gaat een licht stralen. En ineens ben ik gewoon weg. Is er helemaal geen tijd en ruimte meer? Is er echt alleen maar licht? En er is alleen maar liefde wat alleen maar zich uitbreidt. En ik word daar één mee. En dit, dit, dit hele zelfje, het hele lijfje wat ik heb, doet er echt volslagen niet meer toe. Dat er een wereld is met tijd waarin de meest vreselijke dingen gebeuren. Het is, het is, het is, echt, doet, is, is volstrekt niet meer te zaken. Het is er gewoon niet meer. Er is alleen maar dat licht van die liefde. En ik denk dat het, nou ja, misschien heeft het een minuut geduurd. Maar het voelde een eeuwigheid, want de tijd is gewoon weg. Maar je zit gewoon te lachen om... Uh, ja, omdat er niks is behalve liefde, dus alles wat je, waar je zorgen om maakte. Vergeet het maar. En degene die die lichtervaring hebben gehad, ik denk dat die het wel herkennen. Maar dat is er dus ook. Er is dus, er is dus een zelf waarin er geen onderscheid meer is tussen Jezus of de Heilige Geest of wie dan ook. Waarin we allemaal hetzelfde zijn. Oh ja, en de volgende dag zit ik me gewoon weer te ergeren in het verkeer hoor. En dan denk ik wel van, uh, ja maar het was zo fijn gisteren, kan ik dat dan nou niet vasthouden? Dat ik gewoon ook naar mijn werk rij in die, die, die staat van ervaring. Nee, dat, dat, dat werkt dan dus, ik kom daar niet meer in terug. Waarom niet? Ik wil het zo graag? Ah, zegt Jezus. Dat zeg jij nou, maar je bent niet eerlijk naar jezelf, niet helemaal. Want je wil het niet alleen maar. Je wil ook nog iets anders. Je wil ook weer naar je werk gaan en complimenten krijgen van mensen dat je ze ook goed werk hebt afgeleverd. En dat je echt als los lichaam iets kan betekenen in deze wereld. Dat je echt verschil kan maken. Dat wil je ook. En pas als je op die weegschaal definitief gaat kiezen, dan aanvaard je de verzoening. Oef. Dan ben ik dus blijkbaar nog niet aan toe. Gelijk de schuld, schuld, schuld. Wat ben ik toch slecht? Wat ben ik toch. Wat sta ik toch eigenlijk nog onderaan die ladder? Hè? Jezus nodigt ons uit om langzaam op te stijgen op die, op die ladder. En steeds minder vaak gevangen te zijn in vorm. En toch voel ik me nog steeds gevangen in vorm. En dan lees ik weer zo'n spiritueel boek. Of ik kijk in een spiritueel programma. En dan komt eruit. Jij bent liefde, kies voor liefde. En dat is het enige waar je aan hebt te denken vandaag. Want jij bent liefde, dus traal dat uit. Klaar? Nee. Niet klaar dus. Alleen focussen op liefde is niet genoeg. Is niet genoeg. Dat vind ik het mooie aan, de, aan alle boeken van ken. Illusies blijven in stand door er niet naar te kijken. Illusies hou je in stand door er niet naar te kijken. Nou, volgens zegt het ego natuurlijk, ja ah, dat is fijn. Dan gaan we fijn naar onze illusies kijken. Dan gaan we lekker uh, analyseren. En precies, en uh, het ligt daar, oh dat ligt aan mijn jeugd. Want gebeurde, uh, toen ik twee was gebeurden de meest verschrikkelijke dingen. En daar heb ik nu nog last van. Of nee? Nee, het heeft daar, dus de, voordat je twee bent, zit je weer in een heel complexe analyse van waarom ik toch steeds maar niet voor liefde kies. En dan ben je weer in de valkuil van het ego gestapt. Dus het lijkt een onmogelijke vicieuze cirkel om uit te komen. Ik wil wel kijken naar waarom ik niet kies voor liefde. Maar ik wil het ook weer niet zo lang en rationeel en complex doen dat ik toch alleen maar weer in het ego blijf hangen. En na veertig jaar concludeer ik weet precies waarom ik niet voor liefde kies. Maar kies ik kies er nog steeds niet voor. Dus ja, wat dan wel? Afscheid van je kleine zelf om je ware zelf te vinden. Nou, ik wil jullie eens even meenemen in hoe dat nou eigenlijk zo kwam: dat we niet meer ons ware zelf waren op een gegeven moment. Het is ooit begonnen. Sterker nog, het is, we weten precies wanneer het is begonnen. Het is 13,5 miljard jaar geleden begonnen. Dat was het punt waarop we voor het eerst niet meer alleen maar ons ware zelf waren. Neem ik jullie even mee in deze plaat. In deze plaat, het is niet mijn plaat, het is de plaat van Ken. Even de credits naar waar ze behoren. Zien we bovenaan waarheid staan en hieronder aan illusie. Nou, dat is niet erg gelijk verdeeld. In illusies hebben we echt heel veel staan. En in waarheid zit alleen maar één lichtbol. Ja, we kunnen het ons niet anders voorstellen. Het is natuurlijk geen lichtbol die dan ergens daar in het midden van het universum Dat Dat is niet. Maar het is, het is gewoon, het is alleen maar liefde en licht. En wat staat er? Hemel. Oh ja, hemel, ook alweer zoiets. Ook al zo'n begrip wat, wat, wat wij vroeger heel anders hebben geleerd, de hemel. Als ik nou maar genoeg leid en genoeg kan aantonen dat anderen schuldig zijn en niet ik, dan zegt God nou. Je hebt het goed gedaan, jij mag in de hemel. Nee, nee. In de cursus wordt het dus weer heel anders uitgelegd. De hemel is de waarheid. Hemel en waarheid zijn daar synoniemen. Wat staat er nog meer? Christus. Oh ja, de enige zoon van God die de uitbreiding van Gods liefde is. O, dat zijn jij en ik dus, dat is mooi. Geest staat er. Eenheid en realiteit. Nou, het is niet zo dat dat 13,5 miljard jaar geleden verloren is gegaan. Het is er nog steeds, vandaag de dag nu. Sterker nog, het is er niet in het verleden of in de toekomst. Het is er alleen maar nu. Want het enige wat we met zekerheid over het verleden kunnen zeggen. is dat het hier niet is. Behalve dan wat wij van het verleden in beelden hebben gemaakt. Waarheid. Nou, dan. Uh... Die uh, zoon van God, Christus, die is geschapen met vrije wil. Dus de uitbreiding van de liefde van God heeft vrije wil. Die is niet geketend. Dus die mag denken wat hij wil. En de quantumfysici, die hebben het over kwantummogelijkheden. Uh, dus alles wat die zoon van God zou kunnen denken is een kwantummogelijkheid. En die heeft een bepaalde kans van optreden. En die zoon die had een van die mogelijkheden was dat van nou, hoe zou het nou zijn om zelf God te zijn? Ja, dus niet, niet afhankelijk van een vader, gewoon zelf God, gewoon los van God. Hoe zou dat zijn? En in die kwantummogelijkheid, die dus nooit echt is gebeurd, maar waarvan wij wel nog steeds geloven dat die is gebeurd, anders zouden we hier niet zitten. Nam hij dat idee serieus? Hij had ook gelijk. Die zoon had gelijk kunnen concluderen. Ja, dus, laat maar, dat is dwaas. Maar hij nam het serieus. En toen is de ellende begonnen. Nou, ik zeg toen, toen was er nog geen tijd hoor. Er was nog, dus wat ik nu uitleg lijkt in tijd te gaan gebeuren. In, in, in stap, maar dat is nog allemaal buiten de tijd. Dus het idee van afscheiding was geboren en gelijk is. Bewustzijn geboren. He, iets werd zich bewust van iets anders. De zoon werd zich bewust van God. Dat was daarvoor niet. Dus bewustzijn is van het ego. Is van het ego. Hij nam het idee serieus. En wat denk je dat er gelijk gebeurt? Oh mijn god. Los van God. Dat kan. Ik heb de eenheid versplinterd waar ik deel van was. De eenheid is weg. Omdat ik heb besloten zelf God te zijn. Nou, toen, toen was het concept zonde er. Hè? En zonde is geen vergissing. Nee, zonde is onuitwisbare. Dus er was zonde. En met zonde komt gelijk schuld. Ik heb het gedaan. Ik heb de eenheid van God versplinterd. Vernietigd. Oh mijn God. Mijn God. Ja, mijn God. Nee. Die boze God daar. Wat zal hij daar wel niet van vinden? Er komt angst op. Angst voor vergelding. Nou, die angst is te veel voor het ego wat net besloten heeft op zichzelf te zijn. En wat doen we als iets te eng wordt om het onder ogen te zien? Gaan we het projecteren. De mooiste bijdrage van Sigmund Freud was dat hij het begrip projectie. Wijdverbreid bekend heeft gemaakt. Dus ik wil dit niet zien, dus ik projecteer het weg. Dus ik ben niet schuldig. Nee, nee, nee. God heeft mij verlaten. God is de schuldige. Hè? En, die is, uh, en die is naar mij op zoek om mij, uh, om mij te pakken. Dus de God, dus de God die, is, uh, die is erg. Dus er is projectie. Nou, die zoon die is dus. Uh, hij voelt zich zondig. Hij voelt zich hartstikke schuldig en hij is hartstikke bang. En hij projecteert de God weg zodat de God geen liefdevolle God meer is, maar een boze God. Dus de zoon die vraagt aan het ego: Wat kan ik doen om onvindbaar te blijven voor God? Allemaal waanzin, hè? Dit is ook nooit gebeurd. Maar dit is het verhaal van de afscheiding, zoals die in een mythe verklaart waarom wij. Niet nu met z'n allen voor eenheid kiezen. We met het idee serieus dat op onszelf zijn fijner zou zijn dan bij God te zijn. Nou, het ego kan alleen maar afscheiden. Dus het antwoord van het ego op die vraag. Je scheidt jezelf af van jezelf. Wat? Je versplintert jezelf in miljarden stukjes. Dan kan God jou nooit meer vinden. Ben je onvindbaar geworden. Dat is het enige antwoord wat het ego kan geven. Afscheiding, projectie, versplintering. De zoon ziet geen keus meer. Want ja, als die weer naar God zou gaan, zou die zeker gestraft worden. Dus de zoon die gaat dat doen. En dat is 13,5 miljard jaar geleden, is dat de oerknal geweest. Dus al die, moet je nagaan, hè, al die fysici die zich al decennia lang het hoofd breken over van, wat was er nou voor die eerste honderdste seconde van die oerknal? En er maar niet uitkomen. Een cursus in wonderen verschaft ons voor het eerst een sluitende verklaring. Zelfs de oorzaak van de oerknal. Waarom was er eigenlijk een oerknal? Nou, omdat de zoon zich besloten heeft zich te versplinteren in miljarden stukjes, wat nu het universum is, om onvindbaar te zijn voor God. Het universum is dus gemaakt als een plek waar God niet kan komen. God mag hier niet komen. God kan mij hier niet vinden. En het ego denkt, kijk eens aan, ik ben op mezelf, ik ben onvindbaar geworden voor God, ik ben God in mijn eigen universumpje. Nou, dan denk je, dat is het dan, 13,5 miljard jaar en daar zitten we dan en we gaan gewoon fijn verder met de afscheiding. Maar helaas werkt het allemaal niet. Helaas werkt het allemaal niet. Want na die oerknal zitten we in tijd en ruimte. En we ontwikkelen ons leven na leven na leven na leven. Totdat er, iets ontstaat is, totdat er iets ontstaat als een mens. En het wisselt steeds af tussen plezier en pijn. De psychologie is de theorie van het minimaliseren van pijn. en het maximaliseren van plezier. En is de angst weg? Hardly. Zou Ken zeggen, helemaal niet. Want. Al het gevaar en alle boosheid en alle kwaadheid en alle, alle evil, die zit nu ineens in iedereen buiten mij. Dus ik ben misschien uh, kwijt van God, maar nu zit al het gevaar en iedereen probeert mij constant te pakken. Waarom? Omdat ik niet wil zien dat ik me eigenlijk heb afgescheiden van al die anderen. Ik ben een van die miljarden stukjes en ik heb er dus voor gekozen om afgescheiden te zijn van al die anderen. Maar dat wil ik niet zien. Dus al die anderen, die hebben het op mij voorzien. En schaarste wordt uh, het ritme van de dagen. Ik mis iets, ik ben niet compleet, ik moet constant werken om uh, het kleine beetje wat ik heb, om dat te behouden. En zo leven we onze levens. In het, in, het, in, het, in het tapijt van tijd en ruimte staan we elke dag weer op met van, nou, wat moet, ik nu de, wat moet ik vandaag doen om mijn pijn te minimaliseren en mijn plezier te maximaliseren? En zo gaat het al 13,5 en een half miljard jaar. Deprimerend toch, hè? of niet? Nee, voor ons niet meer. In de cursus staat dit gelijk aan de hel. Dus die hele notie van dat als je niet genoeg hebt geleden uh, je uh, voor eeuwig naar de hel gaat, uh, daar wordt radicaal mee afgerekend in, uh, in een cursus in wonderen. De hel is alleen maar onze eigen overtuiging dat wij afgescheiden zijn van al die miljarden andere levensvormen en dat wij uh, altijd in gevaar zijn en dat we altijd op onze hoede moeten zijn. En we zijn vergeten dat we een denkgeest hebben. Want we moeten onze aandacht steeds gericht houden op problemen buiten ons. Met ziekte die me overkomt, met speciale relaties met mijn partner, met mijn manager, met het klimaat, met de kwaliteit van eten, noem maar op. Er zijn duizenden problemen die mijn aandacht vergen. Dus ik kom er nooit meer aan toe om na te denken van waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig. Dus het ego denkt, zo, gelukt. En toen verscheen er 3000 jaar geleden in India iets wat de Bhagavad Gita heet. Het is een beetje de Aziatische equivalent van de cursus die wij nu hebben. En de Advaita Vedanta ontstond. En daar werd iets in geleerd wat ongelooflijk was, 3000 jaar geleden, hè? dat de enige waarheid, Brahman, dat dat. Dat daarin alles één is. En dat dat onze realiteit is. En dat deze wereld van illusie, dat we daar wel voor kiezen omdat we dan fijn afgescheiden lijken te zijn, maar dat die niet echt is. En dat je straks sterft in dit lijf. Want ja, het gaat dood. En twintig jaar later weer opnieuw wordt geboren en weer een heel leven doorgaat. En weer sterft. En twintig jaar later daarna weer wordt geboren. En dat dat al zo. Honderden keren, duizenden keren aan de gang is. Gary Renard was ooit eens uh, meegenomen op een tractatie door Art en Possen langs alle levens die hij al had gehad in een paar minuten. En dan zie je zelf dus echt gewoon flik, flik flik, flik flik, 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 flik. Zie je jezelf dan veranderen. Als je de afgelopen honderdduizend jaar op een tijdlijn zet en die film speel je af in een uur. Dan zie je allemaal van die glimwormpjes uh, oplichten. En we zijn al heel wat keertjes opgelicht als glimwormpje. Nou, nu zitten we in ons glimwormpje, in dit vleesje in 19, sorry, in 2019. Ah, dat gaat snel. En het is allemaal niet echt. En voor het eerst kwam dat 3000 jaar geleden binnen. En in 1965 kwam het binnen in onze westerse samenleving door drie personen. Dus een alle drie klinisch psychologen trouwens, ook geen, ook geen toeval. Een vrouw, Helen Schukman, die op dat punt in haar carrière militant atheïst was, maar wel de stem van Jezus hoorde. Dus dat was even lastig in het begin. Haar manager Bill Thadford, die uh, anders dan Helen wel bekend was met die Oosterse geschriften, en even later om als eerste cursusleraar de wereld in te gaan, Kenneth Wapnick. Het is allemaal geen toeval geweest. Hè? En Gary Renard heeft het wel eens samengevat als, dit keer zal de waarheid niet verborgen blijven. En uh, ja, wij zitten nu in uh, 2019 en we hebben een cursus in wonder. En we hebben een manier gevonden om innerlijke vrede te ervaren. Namelijk het besef dat wat wij dachten dat ons wordt aangedaan, dat dat niet waar is. En waarom niet? Omdat ik niet dit lichaam ben. Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Want ik ben nog steeds zoals God mij geschapen heeft. Ja, dat is allemaal wel leuk. Dat kan ik ochtends zeggen en ik kan het avonds zeggen. Maar ja, op een gegeven moment zit ik toch weer in het verkeer. En op een gegeven moment krijg ik toch weer iets uh, waar mijn lijf last van heeft. En op een gegeven moment word ik toch weer uh, onheus bejegend door, uh, door de baas op mijn werk. Dus uh, is het nou niet allemaal een beetje uh, ja, doekje voor het bloeden, zeg maar? Is het nou eigenlijk allemaal wel echt? Nou, en dan komen we bij het centrale concept natuurlijk. Vergeving. Waarvan wij altijd dachten van, nou oké, okay, als ik nou leer maar de ander te vergeven, hoe slecht die ook is, dan ervaar ik vrede. Maar dat is natuurlijk geen vergeving. Want dan kom ik bij de andere poster uit. Dat is een ijsberg, hè, denk je. Nou, dit is jouw denkgeest. En mijn denkgeest. Onze denkgeest. En het stukje boven water, hier zo, is het stukje waarvan we allemaal bewust zijn op een dag. Dus ik word wakker. Ik ga douchen. Ik moet dit en dit doen. Ik heb zin in koffie. Ik hou niet van die persoon. En die andere persoon vind ik wel uh, aardig. Ik, ik, ik hek. Ik ga vandaag kleding kopen. Ik ga uh, volgend jaar niet meer, uh, niet meer op het CDA stemmen. Allemaal dingen die hier gebeuren. Maar het ego doet ons vergeten dat er nog net ietsje meer is dan dat. Nou, net ietsje meer. Dit, dit zit er ook nog namelijk. Het zijn al je onbewuste overtuigingen. En het zit onder water en het is daar heel donker. Waarom zit het onder water? Omdat we het liever niet willen zien. Hier zitten dus de overtuigingen, ja, maar ik ben het helemaal niet waard. Om liefde te krijgen van iemand. Want eigenlijk ben ik gewoon hartstikke slecht. Ik ben het helemaal niet waard. Het zit allemaal hier. Willen we niet zien. Stoppen we weg. Ik heb helemaal niet de liefde gehad die ik behoorde te krijgen. Van mijn ouders. Van mijn moeder. Van mijn vader. Het zit allemaal hier. Die gedachten. En het zijn illusies. Want we zijn allemaal gemaakt uit hetzelfde licht. Maar doordat we ons versplinterd hebben, denken we maar steeds dat iedereen er constant op uit is om iets van mij af te pakken. En het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet Dus wat hier zit, illusies, hè? En die stoppen we weg. Want ja, het ego denkt, ja, als daarnaar gekeken zou worden en geconcludeerd dat het allemaal helemaal niet waar is, dan zou de zoon van God zich wel eens kunnen bedenken. En dan gaat de reis hier weer omhoog. Telkens als je die kijker, die observator aan kan zetten en hier naar kan gaan kijken, zonder oordelen. Je hebt in je denkgeest een observator die kan je aanzetten. Dan kan je gewoon gaan kijken, zonder oordeel. Sterker nog, Jezus vraagt in les 156, stel jezelf duizend keer per dag die vraag, wie vergezelt mijn gedachten? En meestal is het antwoord, het ego. De stem namens afgescheidenheid, want ik vind mezelf zo fijn om speciaal te zijn. Maar dan ben ik ook slaaf hiervan. En niet kijken naar illusies, illusies hè, niet kijken is de manier om ze in stand te houden. Ja, dat wil zeggen lekker verborgen te houden. En dan ga ik dus lekker door met mijn, leven van, met mijn theaterleven van lachen en huilen. Ja, we zitten allemaal in een theaterleven hè. Totdat de keuzemaker, die observator, die zegt van, hè... Huh, Wat zou er nou gebeuren, dus dat is precies de onderkant van hierbovenkant. Wat zou er nou gebeuren als ik niet voor afscheiding kies, maar voor sameness van de eenheid, hetzelfde? Wat zou er nou gebeuren als ik de situaties niet zou veroordelen? Wat zou er nou gebeuren als ik alles zou laten mogen zijn zoals het is? Wat als ik mijn standaard reactie op iemands aanval. Ik heb natuurlijk standaard angels hier die mij triggeren. Wat als ik daar nou eens niet op reageer? Precies het omgekeerde van het ego-idee hier. Ik kies voor eenheid. Oh, dan, dan voel ik vrede. Dat is mooi. Ik had in de. Ervaringsavonden met Willem. Er was, er was iemand die vertelde het verhaal van iemand. Die had jarenlang aanvaringen met uh, haar manager, die een, uh, een echt een autoritaire speciale relatie had. Jarenlang. Op een gegeven moment is ze die observator gaan aanzetten, want ze was het gewoon beu. En ze zegt: Wat nou als ik niet meer er tegenin ga? Nou, dan zegt de Ego, dan ben je zwak, hè? Dan laat je over je heen lopen. De mat. Dus daar moet je even doorheen. En ze heeft die keuze gemaakt: ik ga het niet meer doen. Ik ga niet meer in de aanval bij die man. En in de weken daarna, tot haar eigen stomme verbazing, is die relatie helemaal omgeslagen. Die man die viel ook niet meer aan. Terwijl zij de enige was die werk had gedaan. Die relatie is het jaar daarna zo goed geworden. dat hij haar zelfs op zijn sterfbed bij hem heeft gevraagd. om nog laatste dingen te delen. Dan hebben we het ego te pakken. Hè? Nou hebben we hem te pakken. Wat ons dus te doen staat, is hiernaar kijken. Oh ja, er zitten, er zitten allerlei. Er zitten allerlei overtuigingen. Ik ben boos op mijn moeder, want die had me veel meer liefde moet, moet, moeten geven. En in plaats daarvan weer verwijten te slingeren naar mijn moeder, maar leer je het dan nooit. Nee, je gaat het niet meer doen. En waarom kan ik dat? Omdat ik weet dat dit hele spel, dit hele verhaal, is nooit gebeurd. Even los van de vorm van het lichaam, vorm en inhoud, zegt ze, ken altijd, even los van de vorm, qua inhoud delen we hetzelfde licht. We zijn gewoon de zoon van God. We zijn allebei het kind van God. Dus wat, wat heb ik nou te doen in het veroordelen van een aanval die ik heb bedacht omdat ik vond dat ik nooit liefde heb gekregen? Dat is belachelijk. Dus ik ga het niet meer doen. En wat volgt er dan? Dan volgt er vrede. En het is die ervaring van vrede die een Cursus wonder ons uitnodigt om te gaan oefenen. Stel jezelf duizend keer per dag de vraag, wie vergezelt mij? Zonder schuldgevoel, zonder oordeel. Ik weet niet of mensen bekend zijn met de zijnsgerichte therapie, de psychotherapeuten. En daar wordt heel mooi in gevraagd, kan je contact maken met die ene procent in je gedachtenstroom die niet oordeelt. En die activeren en dat alles gewoon mag laten, alles, alles mag zijn zoals het is. Nou, als dat lukt, dan heeft je keuzemaker gekozen voor het vredige gezicht. En het vredige gezicht is dus geen extase. Hè? Want extase is helaas van het ego. Er kom heel veel spiritualiteiten tegen die zoeken naar extase. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de ayahuasca, dus extase. Maar er wordt niet echt iets opgeruimd, want het is nog steeds een, het vieren van je eigen speciale zelf. En in het theater is lachen en pijn hoort altijd bij elkaar. Dus dit lachende gezichtje hier is, wat is dat? Vrede. Diepe innerlijke vrede. Omdat er niets is gebeurd, omdat alles alleen maar liefde is. Ondanks alle vormen van aanval en geweld die ik van politici zie, die ik van mensen om me heen zie. Al die vormen zijn allemaal beelden die niet de waarheid zijn. Alles is alleen maar liefde. Nou, zegt het ego, dat vind ik wel ontzettend saai. Dus jij wou de rest van je leven alleen maar in dezelfde vredige liefde gaan doorbrengen. Pff, veel te saai. Nou, Er is eens dus een uh, Indiase yogi geweest die heeft geprobeerd ge be be een beschrijving te geven van hoe dat gevoel is. Het gevoel van dezelfde onveranderlijke vredige liefde die door niets verstoord kan worden. Hij zegt, stel je een orgasme voor. Oké. Okay. Maar dan een miljoen keer intenser. Oeh, oké. Okay. Maar dan nog een keer een miljoen keer intenser. Ah. En dan eeuwigdurend. Oké, okay. en dan zegt hij, dan heb je een kleine notie van hoe het een beetje lijkt om in dat gevoel te zitten. Nou, er zijn mensen die hebben daarop zelfmoord gepleegd. Hè? Die dachten, I'm out of here, ik ben hier weg, want uh, dan weet ik wel wat ik wil. Waarom blijf ik nog in al deze ellende zitten? Nou, zelfmoord weten we, dat is alleen maar de manier om je klaar te maken voor een volgend leven waarin je weer door de hele ellende moet gaan van het leren van lessen. Dus zelfmoord werkt nooit. Nee, ik ben hier nog, ik ervaar het niet de hele tijd, omdat ik het nog niet alleen maar wil. Ik wil ook nog andere dingen ik hou zo van mijn speciale zelf. Het vindt toch fijn om zelf te zijn, om, uh, om afgescheiden te zijn. Nou, en om dat toe te geven, dat doen we niet omdat we steeds maar blijven hangen in ja, nee, maar ik word onheus bejegend, ik word niet eerlijk behandeld, dus ik moet voor mezelf zorgen, dus ik moet op mijn hoede zijn, dus ik moet alert zijn, dus ik ga zeker geen aandacht geven aan, aan die eenheid. Ja, maar een cursus in wonderen gaat niet over intellectuele spelletjes, het gaat over ervaring. Dus telkens als het mij lukt om die keuzemaker aan te zetten en toch te kiezen voor niet veroordelen, ik mag best oordelen, maar ik mag niet veroordelen, belangrijk, belangrijk maar subtiel verschil, ervaar ik vrede. En dat is de uitnodiging om het de volgende keer nog eens een keer te proberen. En de uitnodiging om me niet schuldig te voelen dat ik nog steeds een speciaal zelf ben. Dus Jezus die zegt op deze manier als jij mij de leiding laat geven over jouw gedachten, wat betekent kiezen voor om niet meer te veroordelen, leid ik jou naar de werkelijke wereld, de werkelijke wereld. Hoe? Wat is dat? De werkelijke wereld is de wereld die jij als, uh, als totaal liefdevol ziet. Dus waarin gewoon geen evil meer is. Waarin alles sprankelt met de zegening die jij als individu geeft. En dat lukt niet in één week of één maand of één jaar. Want we staan onderaan die ladder en we zien elke dag nog steeds gewoon vorm. En dat mag. Maar de schuld over dat ik ooit hier God heb aangevallen, die is weg. Niet een dwaas idee. Want ik kan daar naar kijken en het is nooit gebeurd. Ja, ik vind mezelf nog steeds speciaal. Prima, dat mag. Maar ik ga hier naar kijken en ik merk. Het lijkt allemaal heel donker en zwaar, maar het is allemaal mist, het is allemaal lucht. Als ik maar die hulp vraag aan die andere leraar. Wie vergezelt mij op dit moment? En ik kan kiezen. Ik kies ervoor om de Heilige Geest mij te laten vergezellen. Ik kan kiezen voor het opgeven van veroordeling. Ik kan kiezen voor het gewoon laten zijn zoals het is. Ik kan ervoor kiezen dat jij en ik hetzelfde licht uitstralen. Ken Wopnik heeft dus een inbreker op bezoek gehad. Thuis. Nou, die stond toen voor dit moment. Een keuze maken. Wat doe je? Wie van gezeltje? Nou ja, Ken had al wat meer oefening gehad natuurlijk, dus die koos wat sneller voor, uh, voor deze. En die vroeg aan de inbreker, wat kan ik voor je doen? Ik zou dat niet zelf gelijk gaan oefenen als je een inbreker binnenkrijgt, trouwens. Maar het is een keuze. En het lag natuurlijk niet in de woorden die Ken zei, maar gewoon wat hij uitstraalde. Die man die straalde alleen maar liefde uit. En die inbreker die had al die, 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 die had zijn portemonnee al te pakken. Maar die begon te praten over zichzelf. En binnen een kwartier gaf hij hem de helft van zijn geld terug. En even later liep hij de trap af en zei hij tegen Ken: Bid voor mij. Bid voor mij. Oeh, oké. Okay. Dat is de oefening die ons allemaal te doen staat. Het hoeft niet gelijk met een inbreker te zijn. Het kan gewoon met je zus zijn, of je ouders, of je vriend. Of... Pak de les die jou wordt aangeboden. Vraag jezelf: wie vergezelt mij in mijn gedachten? Het ego, dan zit ik in mijn eigen kleine zelfje. Of de Heilige Geest, die mij langzaam en geduldig terugleidt naar mijn grote zelf. En uiteindelijk, als ik dat maar blijf doen. dan stijg ik omhoog op die ladder. En als ik werkelijk nooit meer een veroordeling heb, werkelijk nooit meer, dat niets mijn vrede kan verstoren, helemaal niets meer. Dan bereik je op een gegeven moment de staat die we kennen als bodhisattva. En dan uh, ben je ook niet meer gehecht aan, uh, aan vorm en materie. Hè, dan ben je misschien nog wel op deze uh, wereld, maar alleen om te helpen waar jou dat gevraagd wordt te helpen. En op een gegeven moment dan ben je los van de materie. Nou en nogmaals, het is een kwestie van tijd voordat we. Die keuze allemaal maken, het einde staat gewoon vast. Niemand blijft voor eeuwig in de hel. En wat gebeurt er met het universum op het moment dat we die keuze maken? Het universum verdwijnt. Het lost gewoon op. Dus wetenschappers die je vragen van hoe zal het universum eindigen? Zal het zich eeuwig blijven uitdijden of dijt het weer terug uit en krijgen we een crunch? Ja, dat bepalen wij. Nou, en dan gaat het ego natuurlijk, ja, maar wacht nou even. Dat gaat me nog 2000 levens kosten voordat het lukt. We zijn al 13,5 miljard jaar bezig en jij denkt zeker dat het, dat het allemaal binnen, binnen 100 jaar is gedaan. Nou, toen Diederik Wolszak hier vorig jaar zat, wat zei hij? Dat het, hij zei dat het wel met 100 jaar gedaan was. Hè? Volgens mij zei hij dat, zoiets. Nou, maakt het uit? Moeten we dat weten? Nee. Het enige wat we moeten weten is, ben ik vredig? Alleen voor jezelf. De duisternis zit altijd alleen in jezelf. Hè? Wat Poetin of uh, Trump of welke politicus dan ook doen, maakt niet uit. Het is alleen de duisternis die ik daarover maak in mezelf die aandacht behoeft. Ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Mijn vrede is niet afhankelijk van wat een ander wel of niet doet. Oeh, dat is fijn. Ik hoef alleen maar naar de duisternis in mijn eigen geest te kijken en denken van ja, ik snap dat ik dit denk, want ik wil graag evil buiten mij zien, zodat ik lekker vinger kan wijzen. Maar als ik een vinger wijs, dan wijzen er wel drie naar mezelf. Hè? Dus eigenlijk wijs ik dan alleen maar naar mezelf. Omdat ik niet wil zien dat ik uiteindelijk degene was die God heeft afgewezen. En daarom maar alle boosheid, alle kwaad buiten mijzelf. Nee, dat hoeft allemaal niet meer. Ik kan zeggen: ik voel geen vrede. Wie vergezelt me? Oh, kan maar één antwoord zijn: het ego. Daar voel ik me niet schuldig over. Maar ik kan wel kiezen om veroordeling los te laten, en voor liefde te kiezen. En dan ontstaan er ineens die verhalen, zoals ik net zei, van dan gaan er ineens mensen. Waarvan je dacht van die verandert nooit. die gaan wel degelijk veranderen. En dan komen we bij de titel van het boek. Het wonder. Ik heb toegestaan dat de Heilige Geest een wonder verricht. Het wonder. waarvan we normaal altijd dachten. Joh, dat is iets van met, met heel veel vuurwerken. is alleen maar een uiting. Een toestemming aan de Heilige Geest, beste Heilige Geest, ik kies jou. Doe ermee waar het het meest effectief is. En dat is niet aan ons. Hè? Dus ik kan niet zeggen van, uh, zorg ervoor dat mijn vader ineens uh, hartstikke vriendelijk wordt. Of, weet ik, nee. Ik vergeef mijzelf voor mijn duisternis. Ik kies voor liefde. En dan mag de Heilige Geest bepalen waar dat terechtkomt. En we lezen in een cursus dat dat op de meest vreemde plaatsen kan gebeuren. Aan het andere eind van de wereld. Honderd jaar geleden, duizend jaar vooruit. Een wonder staat los van tijd en ruimte en kan heling brengen op plaatsen waar je je helemaal geen zorgen over hoeft te maken. Hoef alleen maar steeds sneller te kiezen voor liefde. Nou. Kan er iets mooier zijn. Afscheid van je kleine zelf. Die gevangen zit hier in de ijsberg. Zonder dat hij het weet. Het aanzetten van die 1% in mijn denkgeest die niet oordeelt. En de titel van het laatste hoofdstuk uit het tekstboek. Laatste sectie in het laatste hoofdstuk. Choose Once Again. Broeder, kies opnieuw. En als je de volgende dag weer ergert in het verkeer, voel je er niet schuldig, kies opnieuw. Als je merkt dat je jezelf toch weer een griep hebt bezorgd de week daarna, voel je, je niet schuldig, kies opnieuw. Duizend keer per dag. En op een gegeven moment is het verhaal gewoon klaar. Zijn jullie er nog? Want mijn verhaal is volgens mij ook klaar. Zullen we heel even stilte houden? Want ik kan me voorstellen dat het hoofd wel even vol zit. Dus voordat de vraag, probeer even in te voelen welke vragen er leven. Houd even een minuutje stilte. Nou, je mag in je eigen tempo weer terugkomen in de ruimte. En dan mag je even invoelen dat ego, wat natuurlijk nog altijd springlevend is, ook in mij, vindt dit helemaal niet leuk. Dus die komt met allerlei bezwaren. Ik ben wel eens benieuwd om uh, te horen wat er boven wil komen. Ook als de Heilige Geest is trouwens, ook van harte welkom. Alles is goed. Mieke vooraan heeft een microfoon. En achteraan ook zelfs zie ik. Kijk eens aan, ik zie daar een vinger. Mag de microfoon daar even heen? Ik uh, had gehoord van Diederik Wolzak. En die zegt: Je moet als uh, teruggaan naar een gebeurtenis vroeger. En uh, daar draait dat allemaal om. Dat neem je steeds mee. Maar hier in die ijsberg, dan heeft het gewoon niet plaatsgevonden. Nee. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Dan... Ja, dankjewel. Mooie vraag. Heeft iedereen het gehoord? Vreselijke gebeurtenissen, dat, dat zegt Diederik altijd, daar ben ik het heel erg mee eens ook. Die, die hier zitten, van wat er gebeurd is toen je 1, 2, 3 jaar oud was, daar moet je naartoe nou teruggaan. Daar zit de verstrikking en die moet je gaan oplossen. En ik zit hier net te zeggen dat het allemaal helemaal niet gebeurd is. Helemaal onzin. Hoe ga je daar nou mee om? Dit is precies de, het onderscheid wat Ken in zijn boeken zo vaak maakt tussen de vorm en de inhoud. Oftewel de, de dualiteit in tijd en ruimte, waarin het wel degelijk is gebeurd. Al die verschrikkelijke dingen toen je één was, of twee. En de realiteit buiten tijd en ruimte, waarin we allemaal hetzelfde licht zijn. Dus ga alsjeblieft inderdaad terug naar die gebeurtenis, of laat je daarin helpen. Zet die 1% observator aan. Die kan kiezen tussen duisternis en licht, tussen dualiteit en non-dualiteit. En kijk of je het kan vergeven. En waarom kan je het vergeven? Omdat het in werkelijkheid nooit is gebeurd. Het enige wat nog in je denkgeest zit over zo lang geleden, zijn beelden die jij ervan hebt gemaakt. Je hebt zelf duisternis gemaakt van zo erg was het. En dat hebben we in tijd en ruimte inderdaad zo beleefd. Waarom? Omdat we dan tegen God konden zeggen, zie je wel, ik ben slachtoffer. Daar zit de dader. Ik mag terug naar de hemel. Dat is de reden waarom wij die duisternis zo hebben gemaakt, want ik ben zo slecht behandeld. Als je werkelijk terug zou kunnen gaan, dat kan niet, mis je van alles wat er ook is gebeurd, wat er ook was. En had je misschien kunnen zien dat die ouder ook. Uit wanhoop of. Die heeft ook maar zijn best gedaan. We hebben alleen nog vanuit het verleden wat we daarvan willen vasthouden. Om slachtoffer te kunnen zijn. Er zijn al artsen. Waar je bij op bezoek komt. En dan gaan ze praten en dit uitzoeken. En dan zeggen ze. U heeft last van een vergrote slachtofferklier. Die ja, het is hard, hè, lijkt het wel. Maar natuurlijk zijn er in de, in de tijd dingen gebeurt die, die echt heel donker zijn, die echt hier zitten. En toch, zoals we hier allemaal zitten, en al onze autoriteitsfiguren ook, onze ouders, zijn allemaal hetzelfde kind van God. Het is alleen in de droomwereld gebeurd. En we moeten in de droomwereld aan de gang om te vergeven. Dus we kunnen niet heel snel zeggen van, het is allemaal niet echt gebeurd, dus ik vergeet het gewoon. Dat is een vergissing. Ken noemt dat de libertijnse vergissing. We gaan heel ons leven feesten, want er is niks gebeurd. Het is allemaal illuswaar. Dus we gaan allemaal blij zijn en we vergeten het gewoon. Ja, alleen blijft die donkerte daarna wel zitten en los je dus niks op. En word je dus nog steeds getriggerd door diezelfde angel als er weer iets binnenkomt wat lijkt op die pijn van heel lang geleden. Dus je gaat in de droomwereld aan de gang met de duisternis. En je gaat met hulp van... Iemand eventueel, ga je proberen of je dat kan vergeven in je eigen denkgeest? Kan ik mijn eigen duisternis over wat er toen is gebeurd vergeven? En het kan alleen maar omdat je ergens beseft, die keuzemaker beseft: het is een droomwereld. Degene die me dit heeft aangedaan en ik, we zijn van hetzelfde licht. Buiten tijd en ruimte. Helpt dat? Dankjewel ja. Dank Jan Willem voor uh, je prachtige verhaal. Uh, heel inspirerend. En ik had wel een vraagje over uh, reïncarnatie, omdat je op een gegeven moment iets zei over uh, zelfmoordplegen. Uh, dat is eigenlijk uh, een uitnodiging om nog eens een tijdje door te gaan en de ellende weer te leren van lessen. Ik zie mezelf hopelijk als een gelukkige leerling en niet als een ellende van leren. Maar ik had een, misschien wel een ego-vraag hierbij. Uh, ik realiseer me dat we hier in een droom zitten en ik heb ook het gevoel dat ik nogal wat dromen te gaan heb in de reïncarnaties via als glimwormpje. Is het, nou zo, is het nou zo of kun je er iets zinnigs over zeggen van goh als je hier al wat lessen hebt geleerd zou dat wel eens kunnen betekenen dat je in, in, in het volgende gebeuren... Weer een heel stukje verder bent? Of word je eigenlijk weer teruggeworpen naar. nou ja, begin maar weer helemaal van voren af aan, want het is leuk geprobeerd, lukt je niet. Goeie vraag. Ja, goeie vraag. Gary heeft diezelfde vraag ook gesteld aan Arden en Pursa in een van zijn boeken. En hun antwoord was: is dat er altijd vooruitgang is. Dus de lessen van liefde die je in dit leven leert. besparen je ellende in een volgend leven. Alleen, um, ook in een cursus in wonderen lezen we. Dat uh, uh, consistent vergeving beoefenen kan je duizend jaar ellende schelen. Maar merk wel op, dat is weer een concept in die droomwereld. Want de tijd is al voorbij. En het kiezen voor die, het, die oerknal, die gebeurt eigenlijk telkens wanneer wij vergeven, gebeurt diezelfde oerknal weer. En de cursus in wonderen, die komt tot ons vanaf het einde van de tijd. Dus die weet al precies wat er nog allemaal gaat komen. Het is eigenlijk allemaal. Voorbestemd. Maar zowel uh, Artem en Purser als Jezus zelf in de cursus die zegt, uh, het kiezen voor vergeving kan jou duizenden jaren besparen. En dat betekent dus gewoon een, een heel aantal levens. Uh, dus uh, binnen de illusie waarin we geloven dat we zijn, is het uh, zeker de moeite waard om uh, te proberen zoveel mogelijk tijd te bekorten. Terwijl we ons buiten tijd en ruimte kunnen blijven beseffen. Nee, maar ik, ik heb dit nooit verlaten. Dat vergeten we snel. Het, het lijkt wel alsof dit gewoon weg is. Maar we zijn het ons alleen niet bewust. We zijn nog steeds hier vandaag, eh, vandaag en nu ook. Maar binnen de droomwereld kan je inderdaad duizenden jaren aan ellende besparen. Nou, als dat geen motivatie is. Dankjewel. Ik heb daar een vraag. Um... Ik ben heel veel zenuwachtig. Um, ik zit in de situatie dat ik uh, verliefd ben op een onbereikbare man. En mijn ego vindt er heel wat van. En mijn omgeving ook. En mijn kleine zelf ook. Alleen ik ben gewoon heel benieuwd wat de cursus ervan vindt. Of mijn grote zelf, zeg maar. Ik kom er gewoon niet uit. Ik kan niet met hem. Ik kan niet zonder hem. Ik weet het gewoon niet wat nou goed is om te doen. Oké. Okay. En ja, wat doet mijn keuzemaker? Ja, die maakt continu keuzes en dan kom ik weer op terug, en ja, nou ja. Dus ik weet gewoon niet zo goed wat nou. Jouw, basis, is. Okay. jouw basisgedachte is: dat hij niet ik, goed voor me is, omdat hij onbereikbaar is. Hij is onbereikbaar, maar je wil hem wel heel graag, ja. omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat jij niet zonder zou willen. Of kunnen. Ja, ik weet of niet. kunnen. Je ja. kan niet zonder hem, je wil niet zonder hem. Ook maar wel. <laughs> maar is onbereikbaar. Ja. Wie vergezelt je dan? In die vragen? Of in die, in die gedachten? Ja, wisselt welke gedachten ik heb. Kan je wat voorbeelden noemen van de, een, van de ene gids, de ego-gids en de gedachten van de Heilige Geestgids? Nou ja, dan weet ik dus niet wie wat is, maar. Eens. Dus ik denk, nou ja, onbereikbare man, die is niet goed voor me, want ja, ja onbereikbaar. Dus dat heb ja, dat, dan moet ik uit de buurt blijven. Mm -hmm. Want die heeft toch geen ruimte voor mij, of wat dan ook. Mm -hmm. um, okay. Dat is onveilig, want ik ben dan, ja, ik zit verwikkeld in zijn problemen met zijn vrouw. En nou ja, dus dat is dan niet goed, denk ik. Mhm. Mm ik denk dan dat ik beter een bereikbaar iemand kan krijgen, hebben, vinden. Is dat dan mijn ego? Ik denk ja, misschien wel. En wat mezelf, wat ik ook nog gedacht heb, van ja, het, als het fijn voelt, is het goed en we kunnen veel van elkaar leren. En ja, waarom moet ik meteen naar de toekomst kijken? Waarom moet ik speciaal zijn dat hij alleen maar voor mij hmm. aandacht heeft? En ik denk, ja, is dat dan weer mijn ego? Of is dat, ik weet het gewoon niet nee. zo. Nee, oké. Okay. Maar we kunnen wel zeggen, je bent er wel zeker van dat je iets nodig hebt om jezelf compleet te maken. Ja, dat wil ik dan weer niet geloven. Dat wil je niet geloven, maar je hebt ook gedachten die zeggen van ik heb hem echt nodig om, ja. om echt geluk te ervaren. Toch? Ja. ja. Is dat waar? Nee, vast niet. <laughs> kan jij iets vertellen over hoe je relatie met je vader was of is? Nou ja, net zoals met hem. Hm. Ook onduidelijk en afwijzing en. Ja. Ja. Onbereikbaar. Ja. Hoe voelt dat? Afgewezen. Alleen. Ja. Maar waar voel je dat? Voel je dat in je buik? Voel je dat, voel je dat ergens in je lichaam? In mijn borstgebied. Ja. In je hart. Dat je voelt. Ja, het doet me verdriet. Ja. En als ik dan tegen hem zeg, van, nou, ik wil geen contact meer met je... dat doet ook weer verdriet. Ja, precies. Dus, uh, ja. Ja. dus het eerste wat je kan beseffen... en dat, dat gaat terug naar de vraag die we in het begin hadden. Er is iets gebeurd toen jij heel klein was... wat niet verteerbaar was voor je. Mm -hmm. Een onbereikbare vader. Ja. En het nu zoeken naar... natuurlijk vind je een onbereikbare man... Ja, hij is ook niet de eerste, dus Nee, natuurlijk, natuurlijk niet. Patroon... Dan gaan we nog veel meer volgen. Wat fijn dat je kan lachen nu trouwens. Nee, dan gaan er nog veel meer volgen, joh. En het maar is. Maar dat al... wil ik dus niet. Dus ik ben nu ook met nee. de cursus bezig van hoe kan ik met de cursus gebruiken in deze situatie, ja. omdat ik dit patroon wil doorbreken en ja. ik wil weten hoe ik met hem om kan gaan of niet of. Ja. Uh, maar ja nou. waar ben ik gewoon nog niet of zo. Nee. Dat geeft niks. Wees geduldig hè, met jezelf. Het hoeft niet morgen gelijk weg te zijn. Maar je weet, ik zit een vervanger voor mijn vader te zoeken. Die ik niet meer ga veranderen. Mijn vader gaat niet meer veranderen. Nee. Moet hij veranderen? Nou, liefst wel natuurlijk. Ja, liefst wel natuurlijk. <laughs> gelegen, want dan kan ik pas vrede hebben. Ja, maar die dingen weet ik allemaal wel. Die dus weet je allemaal wel, ja, maar precies. Dat vind ik toch weer stom dat ik dat dan... Nee joh, helemaal niet. ...geen keuze kan maken. Joh, dit is het verhaal van ons allemaal. Je vader vergeven gaat ook niet werken. Ja, hangt er vanaf wat je dan met vergeven bedoelt. Wat je te vergeven hebt, is je eigen duisternis over hem. Mijn vader of die man? Maakt het verschil? Uiteindelijk, ik denk dat uiteindelijk je vader, maar je, maar je man en je vader, die, die zijn allemaal hetzelfde. Dus degene over wie het, het gaat om jouw duisternis. Het is een onbereikbare man, of het nou mijn vader is, of die, of die vlam. Het is een onbereikbare man. En ik voel me daar slecht. Ik, ik heb daar geen vrede mee. Nee. Nou, les, wat was het? 32 of 34? Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien. De cursus belooft dat we altijd voor vrede kunnen kiezen. Waarom? Omdat los van tijd en ruimte waar wij werkelijk zijn, zijn jij en je vader en hij exact hetzelfde licht. Wij zijn niet anders. Dus je kan voor kiezen om te kijken van ik ben niet vredig. Ik voel in mijn hart, ik voel echt hartpijn. Ja. Omdat ik niet bereikt word. Ik wil verbinding, ik wil, ik wil dat. Ik wil, dat, ik, wil, ik wil geen onbereikbaarheid, ik wil verbinding. Maar die verbinding die is er nu al. Als jij er nu voor kiest om de verbinding toe te laten, dan ga je het effect krijgen van die mevrouw die op een gegeven moment aan het sterfbed van, de, van die autoritaire figuur stond. Dan sta je een wonder toe om te gebeuren. Maar dan komen er we weer angsten. Ja. En dan kan je oefenen in die ene procent in je gedachtenstroom die daarnaar kan kijken. Niet erin meegaan. Oh, ik, ik voel angst. Het is, voelt zo erg. Ik voel het in mijn hart. Ik voel het in mijn lijf. Ik zit helemaal te trillen. Erbij blijven. En de golf, als je erbij blijft, dan ebt die golf van angst weer weg. Behalve als je weer mee laat gaan in de ego-stroom egostroom. Zie je wel, ik zal nooit iemand kunnen bereiken. Want mijn vader was ook onbereikbaar voor me. Ga oefenen. De komende jaren gaat je niet in een week lukken. Of in een maand. oefenen de komende jaren met die. Observator die veroordeelloos kijkt naar die angst, naar de pijn in het hart. En realiseer jezelf: dit is de droomwereld. We zijn allemaal het, hetzelfde kind van God. Er is helemaal geen verschil. Ik kan mezelf vergeven voor de pijn die ik voel in mijn hart. Het is mijn pijn. Ik heb gekozen voor die pijn. Er is niemand die mij in ketenen houdt. Ik heb mezelf verteld dat ik omringd word door onbereikbare mannen. Dat is mijn pijn. Die heb je te vergeven. Jouw geluk is gelukkig niet afhankelijk van dat een ander ineens verandert. Gelukkig niet. Het is lastig, hè? Je ja. zit heel diep. Ja, want ik weet ook niet wat voor hem goed is. Dus ik wil, ik wil het ook weer goed doen voor hem. En, nou ja. Oh. <laughs> Aha, dus we willen toch nog redder zijn van de ander. Ik wil het in ieder geval niet verkeerd doen. Nee, nee, nee. Niet verkeerd doen betekent voor liefde kiezen. Voor liefde kiezen is per definitie dingen niet verkeerd doen. Je weet nooit, je kan rationeel nooit een schemaatje maken van dit pakt wel uit en dit pakt niet uit. Maar kiezen voor liefde pakt altijd goed uit. En dan bedoel ik gewoon liefde voor jezelf en voor je vader en voor je, en voor je man. We zijn allemaal hetzelfde. En je gaat struikelen. Je gaat gewoon struikelen de komende weken. En dan denk je van zie je wel, het lukt luk me toch niet. Want je houdt namelijk vast aan die angsten. Omdat je dan tegen God kan zeggen: kijk eens, het kwaad zit buiten mij. Ik word slachtoffer, want ik word omringd door onbereikbare mannen. En dat is je eigen duisternis die je daarin hebt gezocht om. Uiteindelijk, maar in een goed blaadje bij God te komen. En het is gewoon uh, een droomwereld. Het is, uh, het is heel begrijpelijk dat, dat we dat doen, want we hebben zo graag die vergrote slachtofferklier. Maar ja, we blijven in pijn zitten. Wil je de komende jaren in pijn blijven en de volgende onbereikbare man treffen? Of zeg je van ja, beste vader, jij en ik delen hetzelfde licht. Ik, ik wil die duisternis niet meer, ik ben beu. Ben die, uh, ik ben die duisternis van mezelf zat. Ik ga het niet meer doen. Ja, dat is pijnlijk hè. Dat is toch wel moeilijk. Dat kan ik me voorstellen hoor. Het is van elke dag weer de keuze opnieuw: kies ik voor vrede of kies ik voor pijn? En je hebt alleen maar de pijn in je eigen denkgeest op, op te ruimen. Dat is alles. Denk je dat dat lukt, morgen, om dat eens te oefenen? Ja, vandaag nog, hè? Ja, nou, ik word er niet minder zenuwachtig van, maar... Ja, ja, ja. nou ja. Herinner je je er zelf in elk geval aan, niet ernaar kijken, niet naar illusies kijken, is de manier om ze in stand te houden. Ja. Dus mocht je zeggen, mocht je ervoor kiezen om niet te gaan oefenen, dat, dat kan. En dan weet je dat je volgend jaar nog steeds met een onbereikbare man zit. En dan weet je ook dat het je eigen keuze is geweest. Ja. In hoeverre kan je in dit proces ook de vraag aan de Heilige Geest stellen? Help. Altijd, hè? Dat doe het niet anders. <laughs> ja, dus die keuzemaker die, die, die kan dus inderdaad zeggen van. Ik ga het gewoon vragen aan de Heilig. Beste Heilige Geest, wat is nu het meest liefdevolle wat ik zou kunnen doen? En wacht dan op het antwoord. En het antwoord zal niet zo'n stem zijn in je hoofd, maar het kan gewoon een, een, een impuls zijn. Dat is de stem namens liefde, de Heilige Geest. Op het moment dat je die vraagt, zal die altijd antwoorden, want hij is er altijd. Maar je moet ervoor kiezen. Nou ja, je moet niks, maar je zou ervoor kunnen kiezen. Om het aan de stem namens liefde te vragen, in plaats van de stem namens het kleine ego dat uh, heel lang geleden onbereikbare bleek. Of door onbereikbare vader werd omringd. Ja? Dankjewel voor het, voor het inbrengen, want het is wel dapper. Ja, ja. Er mag rustig een applausje voor zijn. Uh, vooraan is al een hele poos een vraag. Nou, ik zit al een tijdje naar ja. dat plaatje te kijken. En ja. uh, ik kan me geen voorstelling van dat bovenste maken. Wat dat was. Nee. En dan nog minder dat ik daar dan uitgestapt ben via een nietig nou. dwaas idee. Nou. Maar dat ik wel weet dat de angst voor God, die heb ik wel. Hm. Nou, het goede nieuws is, je bent er helemaal niet uitgestapt. Ja, dat vind ik moeilijk ja. te geloven. <laughs> Zoals ik hier zit voelt dat wel zo. Ja. Jij was niet uh, een van de mensen die de vinger opstak die een, die een godservaring heeft. Uh, heeft, heeft ja, ik, houd, ik hield hem beneden. Sorry je? Ik hield mijn vingers beneden. Oh. <laughs> ik heb wel zoiets gehad, ja. Ja. Maar wat, wat was de portée daarvan? Voor, voor nou, dat was bij een. Jorden noemde het net ook al: een Ayurvedische. Of nee, een ayahuasca-ervaring. Nee. Oké. Okay. En dat was heel bijzonder. En toen heb ik gedacht: ja, God bestaat. Nee. En nu, hem, nu ga ik hem zoeken. Vandaar dat ik hier zit. Ah, kijk, nu ga ik hem zoeken. Doet me gelijk denken aan een citaat uit de cursus. Zij die het licht zoeken, bedekken slechts hun ogen. Het licht is er namelijk nu. Zoek niet verder. Zoeken naar het licht is hopeloos. Het is er nu. Alleen we kunnen ons er geen voorstelling van maken. Ja, dat is het probleem. De dus, uh, lichtbol ergens daar? Er, nee, wat, dat is de eerste stap. Het is niet buiten ons, het zit hier. Dus als je het licht zoekt, is het niet ergens om je heen, het zit hier. Nou, ik weet ook niet wat ik zoek, want ik ken het niet. Oké, okay. maar je kent wel een, uh, een denkgeest waarin je even zonder zorgen was. Nou, dat kan ik me niet herinneren. <laughs> ja, dan zou ik je toch aanraden om vooral daarmee te gaan, te gaan oefenen. Om te gaan oefenen in dat alles gewoon mag zijn zoals het is. En te vragen aan de Heilige Geest, beste Heilige Geest, wat zou nu het meest liefdevolle zijn wat ik nu zou kunnen denken en doen? Of niet doen. Want je zorgen. Dus om alles om je heen. Dus om, nou ja, ja, het lost niks op, dat weet uh, ik wel. Niks maar toch op doe ik het. Je doet het toch. En ja. waarom? Ja, weet ik ook niet. Ja, dat weten we nu wel. Om te kunnen blijven wijzen. Het probleem zit buiten mij. Nou. Ik zoek het toch wel heel erg bij mezelf. Hè? Dat ik uh, verantwoordelijk voor ben van al die problemen. Oh, Oké. Okay. Dus je bent eigenlijk zelf de, zelf de boze persoon? Ja. Oké, okay, nou, dan projecteer je in ieder geval niet meer zoveel naar buiten dat een ander altijd het... Uh, nee, dat... Uh... Oké, okay, mijn zelfprobleem. Ja. Maar je hebt nog steeds pijn. Ja. Dus je zit eigenlijk nog steeds in het theater van de wereld van... Uh... Ja, dat is duidelijk. Ja. ja. Nou, de vraag is, hoe lang wil je dat nog? Want je zegt zelf, ik wil het wel. Maar je wil het ook weer niet. Want je bent toch wel benieuwd naar hoe dit nou eigenlijk is. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Maar als je het wil, dan je, als je het niet wil, kom je erdoor natuurlijk. Nou, als je op een gegeven moment zegt van dat, uh, dat theater, ik weet dat ik het zelf maak. Want ik weet dat ik me verantwoordelijk voel voor alle ellende die ik om me heen voel. Dus ik weet dat ik het theater maak. Maar ja, als ik nooit voor de Heilige Geest ga kiezen, voor de stem namens liefde, dan blijf ik daarin zitten. En die duizend jaar die de cursus beloofde te besparen, die ga ik dan gewoon doormaken. En uiteindelijk kom, kom je er ook hoor, want niemand blijft voor eeuwig in de hel. Alleen Jezus vraagt, waarom zou je wachten op de hemel? Why wait for heaven? Het licht zit er gewoon vandaag, nu. Zullen we hem gewoon eens proberen? Gewoon nu. Ja, lijkt me wel leuk. Ja. Zullen we hem gewoon nu eens even proberen? Leg, leg, leg de microfoon eens op je schoot. Sluit de ogen maar even. Mogen we even allemaal, uh, allemaal meedoen? Zij die het licht zoeken, bedekken slechts hun ogen. Het licht is er nu. En dat betekent dat we nu eens even ervoor gaan kiezen om alles te laten zijn zoals het is. Dus ook als je, je bedroefd voelt of boos of gewoon niet prettig, alles mag nu gewoon zijn zoals het is. Het hoeft niet anders. En dan beseffen we dat we daarvoor kiezen in de droomwereld. We zitten in een droomwereld. Alleen we veroordelen even de droomwereld niet meer. En dan gaan we eens kijken of we in ons hart een lampje kunnen laten branden. Kan je visualiseren dat er in je hartgebied, maar ook in je buikgebied zijn dat daar een lichtbolletje aangaat. We weten tenslotte dat we allemaal liefde in ons hebben, ook al kiezen we daar niet altijd de hele tijd voor. Draai het uh, lichtknopje nog maar eens wat verder aan en het licht dat gaat... dat licht wordt wat feller. Dat is gewoon liefde. En ik kan nog steeds van alles om mezelf heen niet goed vinden. Ik laat dat even zoals het is. Ik zet even het lampje op de voorgrond van mijn gedachtegeest. En die boze wereld, die foute wereld, gaat even naar de achtergrond toe. Het lampje groeit. En die omsluit nu mijn hele borstkas. Alleen maar licht. Beste stem namens liefde. Jij zit ook in mij. Wat gebeurt er als ik voor jou kies? Nou wat er gebeurt is dat liefde zich uitbreidt. Dus het licht wordt alleen maar sterker. En je kan je misschien nu voorstellen dat als je steeds voor liefde blijft kiezen, voor de Heilige Geest, voor de stem namens liefde, dat je hele lijf gaat gloeien met het licht. Natuurlijk is die boze wereld er ook nog. Maar die zetten we even op de achtergrond. We kiezen nu even voor het licht. Het licht vult nu je hele lichaam. Probeer het eens te visualiseren. Probeer het eens te zien. Probeer het eens te voelen, vooral. Probeer het eens te ervaren. Alleen maar licht. En licht, die uitbreiding kan niet gestopt worden. Dus die, je, gaat, je hele lichaam gaat nu gewoon stralen. En het licht vermengt zich met het licht van je buren. En je denkt: verrek. Het is hetzelfde licht. We zijn allemaal uit dezelfde liefde gemaakt. En die lichtbollen versmelten zich. En dan wordt hier één grote lichtbol gemaakt in de zaal. Alleen maar liefde. En die breidt zich alleen maar uit. Alleen maar omdat we ervoor kiezen. En je kan je misschien voorstellen dat nu de hele ruimte met dat licht is gevuld. Als er ergens een vliegtuig hierover vliegt en men kijkt even naar beneden, dan zit men toch van: wat is dat daar toch beneden? Dat lijkt wel een lichtpuntje in voort. Het hele gebouw wordt, wordt op een gegeven moment gebaat in het, in het, in het licht en breidt, en breidt zich alleen maar uit, grenzeloos. En het neemt iedereen in zich. Ongeacht of je hem kent of niet, of je hem mag of niet. Daar kiezen we voor. En dan is het zo. En het breidt zich nog steeds verder uit. En we zien dat uh, zo'n beetje het hele Westen van Amersfoort in het licht baat. Licht is niet afhankelijk van ruimte, breidt zich gewoon uit. Laat zich niet tegenhouden door bos of snelwegen, breidt zich gewoon uit. En voordat je het weet, is heel Nederland zit in dit licht gebaat. Amersfoort ligt lekker in het centrum, dus breidt zich lekker over heel Nederland uit. Alleen er is geen grens, dus het gaat gewoon de grens over. Dit is inhoud. Alles wat onze ogen zien, wat onze hersenen denken, is vorm. Met het vooropgezette doel om God niet toe te laten. En toch zit het licht nu hier in ons allemaal. Nou, mag je langzaam aan weer terug in deze ruimte komen. En eens kijken of als je je ogen open doet, of je dan licht ziet. Is het lichter? Is het lichter? Je hebt het ervaren toen je je ogen gesloten had. Kijk eens. Ja, de, er, 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 er komt de microfoon. We gaan trouwens binnenkort afronden, hoor, hoor ik hier van Mieke. Vertel. Ik heb het ervaren toen ik mijn ogen gesloten had. Ja. Ik ervoer het niet toen ik mijn ogen open deed, maar ik wil daar niet over oordelen. Volgens mij zit ik dan op de goede weg. Ja, fantastisch. <laughs> Precies. Laat, als, op het moment dat je het oordelen over de vormen kan loslaten. Dan weet je dat het licht wat je ervaren hebt er gewoon altijd is. Het is je garantie dat je nooit los bent van God geweest en ook nooit los zal zijn. Heel mooi, dankjewel. Is er nog tijd voor een laatste vraag, Mieke? Want ik heb hier dan nog een vinger. Een laatste vraag. vraag: Het is geen vraag, nou. Ik ervaar niet zo licht, maar meer heel veel vrede, ervaar ik. Dat licht heb ik dan weer niet. Maar het is voor mij prima. Ja, ik denk, is, is er verschil tussen licht en vrede? Kijk, want licht is weer iets wat onze ogen gewend zijn te zien, maar dit gaat natuurlijk los van alle zintuigen. Dus als je een diep gevoel van vrede voelt, dat is een synoniem voor licht. Dus dan ben je op de goede weg. Dankjewel. Ja. Oh, Ik heb daar nog achter... één laatste vraag stellen. Ik heb uh, nog, nog een laatste vraag vertel. Ja, je hebt het over vooroordelen en oordelen. Ja. En ik zie niet helemaal het verschil. Uh... Dat um, is het verschil tussen judgment en condemnation in het, in het Engels. En een veroordeling is echt een afwijzing. En een oordeel is veel neutraler. Dat je gewoon zegt: van, Ik doe vandaag dit wel, of ik doe vandaag dit niet. En. Um ik word er altijd op geweest als ik het woord oordeel gebruikt. Dus men zegt van ja, maar in deze wereld kan je niet zonder oordelen. Want je, je, je maakt gewoon keuzes in wat je op een dag wel of niet doet. Dan zeg ik nee, maar het gaat er eigenlijk om dat je niet veroordeelt. Dus dat je iets niet echt afwijst als iets wat slecht is en nooit vergeven zal kunnen worden. Dus ja, het, is, het wordt een beetje semantisch, uh, maar inderdaad... Uh, de, Jezus heeft het in de cursus ook heel vaak over judging, hè, dus gewoon over oordelen. De, dat je... Dat je Eigenlijk dat niet meer zou moeten willen. Um, maar Ken zegt ook bij haar bedoelt dan in feite, je wil niet meer veroordelen. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Oh ja, sorry, dan heb ik hier toch nog een... Uh... Hm? Daar helemaal. Vertel. Ja, dank u. Ik heb daar toch uh, nog wel even twee vragen over. Want, twee vragen. Um, zoals ja, um, ja, Jezus heeft ons toch ook heel erg het vermogen gegeven, in de blueprint, een vermogen om tussen goed en kwaad ook te kunnen voelen, met welke strang gaan we mee. En uh, als u het heeft over de observator en oordelen, um, ja, de hele Bijbel staat natuurlijk ook vol over God die vaak toch dingen heeft veroordeeld. En ook, um, ja, Jezus natuurlijk ook. En ook ons voorbeelden gegeven van zaken die hè, in zijn visie passen en waarin wij mensen mogen meegaan en die keuze mogen maken. Dus ik begrijp niet helemaal als ik af en toe hoor: je moet kiezen voor helemaal niks doen. Hè. Dus uh, ja, uh, als er iets gebeurt, dan moet je kiezen voor vrede en niet oordelen. Maar ik denk juist dat we ook als uh, een. Uh, ziel hier zijn om met z'n allen collectief ook het plan van God uit te voeren. Daar hoort ook een stukje bij in actie schieten als dat nodig is. Dus ja. ik uh, heb okay. eigenlijk twee vragen die in elkaar zijn uh, gegaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, de eerste is over ja, hoe kan dat dan dat de hele Bijbel vol staat, toch met veroordelingen? Dat is vraag één. Ja. En vraag twee is: wij hebben toch een stuk verantwoording als mens. Om met dat stukje goed en kwaad om te gaan. en daarin ja. steeds voor het goede te blijven kiezen. Ja, wat een goede vraag. Fantastisch, dank je wel. Vraag 1: De Bijbel. Wie heeft de Bijbel geschreven? Mozes, hoor ik hier. De Bijbel is een mooi boek. maar die is, het is een mengeling. van boodschappen van de Heilige Geest en van het ego. De Bijbel is geschreven door schriftgeleerden die nog niet helemaal vrij waren van hun ego. De Bijbel zit dus vol met projecties van pijn die ze zelf niet onder ogen wilden zien. Dus alles wat in de Bijbel staat over wat God heeft veroordeeld, wat Jezus veroordeelt, is een projectie van een veroordeling van een van de schriftgeleerden van de Bijbel. Volgens een cursus in wonderen. Dus de Bijbel is een mooi boek, maar heeft. Herinterpretatie nodig. Dat wil zeggen, het ongedaan maken van alles wat over veroordeling gaat. En Jezus heeft daar. Uh, hij haalt meer dan 800 keer de Bijbel aan. In, in een cursus in Wonderen. En het zijn vaak correcties van uitspraken die worden. Uh, die worden gedaan, omdat ze zijn, zijn gedaan door mensen die vanuit. Uh, zorg of angst. Uh, dingen hebben geschreven in de Bijbel. De, bijvoorbeeld van Judas, maar het. Nee, het stikt van de voorbeelden. Van de vrouw van Job die zegt: vervloek God en sterf. Waarop Job zegt: van nee, maar dat, 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 dan ben je een vergissing aan het maken. Want we hebben in het leven nou eenmaal uh, pijn te ondergaan om een spirituele les te leren. Dat wordt allemaal gecorrigeerd. In de Bijbel. Nou, jouw tweede vraag. Hoezo, we hebben in deze wereld toch iets. We hebben iets aan actiebereidheid nodig om iets met slechte dingen te doen. Nou, je hoort mij niet zeggen dat we alle rechtbanken zouden moeten sluiten en alle gevangenissen moeten sluiten omdat dat veroordeling is. Hè, dus als ik een seriemoordenaar voor de rechter breng, dan hoort die uit de maatschappij verwijderd te worden en een poos in de gevangenis door te brengen. De vraag is alleen hoe zo'n rechter zo'n zaak behandelt. Behandelt die rechter die zaak van die seriemoordenaar vanuit het ego? Of handelt hij hem vanuit de heilige geest? Het kan dus de meest liefdevolle oplossing zijn om zo iemand tijdelijk eens even op te sluiten in de gevangenis. Waarin hij weer zelf weer gelegenheden krijgt om zichzelf te vergeven. Ik, eh, ik zeg altijd, de, de beste omgeving om een cursus in wonderen te leren, dat is niet in, uh, in spirituele centra. Maar dat is op militaire basis, op kerncentrales, op... Uh, op ministeries, hè, waar, het, waar het ook constant over ego gaat. Dus elke omgeving heeft gewoon actiebereidheid nodig om om te gaan met dingen die des ego zijn. Maar altijd alleen maar door te vragen, beste Heilige Geest, hoe kan ik hier het meest liefdevol mee omgaan? Want ik dacht dat ik het wist, maar ja. dat, dat was mijn ego en mijn ego is altijd verkeerd. Dus ik kies nu een andere leraar, beste Heilige Geest. Beste stem namens liefde, hoe kies ik voor liefde? En de Heilige Geest, inderdaad, zoals u zegt, die wil ons naar de eenheid brengen. Maar als je heel concreet of naar kerken gaat of andere instellingen die het ook net als jullie allemaal hebben over eenheid. dan zie je toch niet altijd de bereidheid bij mensen om in die eenheid te gaan. om inderdaad liefdevol met elkaar om te gaan. Dus ik wil graag weten, wat doen jullie concreet? Als er mensen in ziekenhuizen liggen, vereenzaamd zijn. Ik ben zelf naar heel veel kerken gegaan. Ik ben heel benieuwd op wat jullie doen, heel concreet. om die eenheid inderdaad in jullie community te brengen. Ja, het enige wat je kan doen. is oefenen in het opruimen van je eigen duisternis. in je eigen denkgeest. Je daar kan, is ook actie toch voor nodig? Is, daar, is act, daar, is actie, daar is ontzettend en, veel actie voor nodig. Actie is dus ook naar een ander toe kunnen gaan die het net wat moeilijker heeft dan jezelf. Um, als er een ander zou zijn? Die zijn er genoeg. Duizenden, miljoenen voorbeelden. In de droomwereld zijn er miljoenen anderen, maar het is een droomwereld. Het enige, de enige duisternis die ik heb is de duisternis over de situatie bij de ander. Die duisternis moet ik ombuigen in liefde. Maar moeten we dus kijken hoe een heleboel miljoenen kinderen sterven... en zeggen, het is maar de droomwereld, dus we doen maar niks? Dat is dus de ellende buiten jezelf zien. Hè? Ik moet dingen buiten mezelf gaan oplossen, wil ik in vrede. Nee, uh, je moet bijten. Het is altijd en, en. Jezus heeft ons altijd gezegd, het is en, en. Je eigen huiswerk doen en een stukje voor het collectief. Ja, dat is de Bijbelse Jezus, inderdaad. Dat is de bijbelse Jezus. De Jezus in een cursus in wonderen die zegt, je, hebt, je krijgt lessen aangeboden die voor jouw leven gelden, met jouw talenten in jouw leven. En het enige wat je te doen hebt is vragen aan de Heilige Geest, gegeven dat ik dit zie, wat is het meest liefdevolle wat ik kan denken en doen? Dat is alles. Maar zijn jullie dan niet ook met separatie bezig als jullie Jezus anders is dan die van ons, van de kerken? Is dat niet ook separatie? Wie, uh, wie, wie stelt die vraag? Dat, dat is de als... Heilige Geest in mij die graag wil weten waarom als jullie het hebben over eenheid separeren jullie jullie Jezus van de Jezus, zoals wij die kennen uit de Bijbel. Wij zijn studenten van een cursus in wonderen. Een cursus in wonderen is naar ons gekomen via Helen Chukman, door Jezus. En Jezus presenteert zich daar. En we zien dat de Jezus in de Bijbel een andere Jezus lijkt. Als studenten voor een cursus in wonderen kiezen wij ervoor om Jezus te aanvaarden zoals hij zich presenteert in dat boek. En Jezus corrigeert in dat boek heel veel uit de Bijbel. En dan is het maar net waar je voor kiest of je ervoor wil kiezen om de Jezus uit een cursus in wonderen te volgen. Of de Jezus uit de Bijbel. Dan staat iedereen vrij. En waarom kan er geen eenheid zijn? Ja, als je eenheid zoekt in deze wereld van tijd en ruimte, die ga je niet vinden. Er is hier geen eenheid. Die is er niet. Maar waarom praat u dan een uur lang over het zoeken naar eenheid als die er niet is? Omdat ik uit de illusie wil komen. Hier is geen eenheid, maar dit is niet wie ik ben. Ik wil die illusie, daar ben ik al 13,5 miljard jaar mee bezig, met die illusie. Wat wil ik nou nog met die illusie? Ik wil hier terug naartoe. En ik ben er natuurlijk al, alleen dat besef ik me niet. Dus het enige waar een cursus ons in begeleidt, is in de weg, is hier de andere keuze te maken en de weg omhoog, terug naar God. En hier maakt het niet meer uit hoe we Jezus bezien, want hier is alleen maar licht en niks anders. Zeker. Zeker. Als, zolang de, heil, de Heilige Geest zal je altijd leiden om het meest liefdevolle te doen. En dat kan gewoon zijn om liefdadig te zijn in de wereld. Om, 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 om uh, los van persoonlijke belangen gewoon iemand los te helpen. Dat kan. Alleen je, je luistert dan naar de stem namens liefde. De, en de tijd is op, merk ik. Ik merk, ik merk dat ook een heel aantal mensen weg willen. Ja. Dus misschien voor het geheel. En je hebt alle vragen beantwoord, wat vragen waren. Ja. Heel hartelijk dank daarvoor. Um, wat ik graag even wil benadrukken, is dat je gewoon heel erg duidelijk gemaakt hebt. Wat dus ook in de cursus steeds benoemd wordt: dat het niet om het gedrag gaat. Dat het niet gaat om wat je doet. Daarom staan er in de cursus ook heel weinig voorbeelden van gedrag. Maar dat het erom gaat om de vraag die jij ook herhaaldelijk hebt benoemd: wie vergezelt mij? En dat dat eigenlijk de leiding is en dat van daaruit je ook in je gedrag geleid wordt. Maar de eerste vraag is dus, wie vergezelt mij? Luister ik naar het ego of naar de heilige geest? Ja, gedrag volgt uitdenken. Ja, ja. en um, nou heel erg mooi hoe je dan ineens helemaal zo vrij zegt van... laten we toch gewoon met z'n allen steeds sneller voor de leiding van liefde te kiezen. kiezen. En ja. dat begint natuurlijk met te zien waar je staat en daar... Zonder schuld naar te kijken. Ja. En ego zal er schuld over voelen. Zeker. En zonder schuld kijken wijst ons de weg naar de liefde. Ja, cursus dus. is eigenlijk heel simpel. Ja, nou, dat heb je wel heel duidelijk gemaakt. Dus daarvoor wil ik je heel erg bedanken. En ja. ook voor je humor. Ik vind het ontzettend grappig hoe jij het ego, dat al een groot toneelspel is, nog een keer extra ten tone voert door het deurmat na te doen. En uh, wat ik ook heel erg grappig en heel erg behulpzaam vind, is die. Uh, nou, de helft van ons krijgt dus nooit een vergrote prostaatklier. Maar ja. op de een of andere manier zijn we ook weer hetzelfde in. Allemaal last hebben van die vergrote slachtofferklier. Dus daarin zijn we hetzelfde, maar we zijn vooral ook hetzelfde in wie we werkelijk zijn. Heel erg bedankt voor jouw ontzettend heldere uiteenzetting. Heel erg behulpzaam en vooral ook heel erg uitnodigend. Nou, dus heel wel. erg bedankt daarvoor. En jullie bedankt. En nogmaals, uh, mocht je interesse hebben in de ervaringsavonden... innerlijke vrede die ik met Willem Glaudemans doe... ...ikzoekvrede.nl, daar kan je meer, uh, meer informatie over vinden.